We zijn op zoek naar jong talent in de wijk. En zo kwamen we erachter dat twee studenten die bouwkunde studeren aan de ROC ASA Techniek een Bouwtalent Award hebben gewonnen. Nou, wij gingen ze opzoeken en wij vroegen ons af, wat houdt die prijs in en wat zijn hun verdere toekomstplannen? We zijn bij een opleiding waar hele leuke dingen gemaakt worden. Hoe heet het precies? ROC ASA in Utrecht. En dan is het opleiding bouwkunde, vormgeving, design en architectuur. En jullie hebben een prijs gewonnen. We hebben meegedaan aan de wedstrijd van Bouwtalent Award. Voor een gebouw te ontwerpen, een nieuwe herbestemming te geven. Dus wij dachten, nou, dat kunnen wij ook. Wat hebben jullie gemaakt? We hebben van een kantoorpand een studentencomplex gemaakt. En helemaal uitgezocht wat de eisen zijn, waar het moet aan voldoen en wat een student eigenlijk wil. Nou, we hebben gekeken of we een zelfstandige studentenwoning konden maken, want daar is op dit moment heel veel vraag naar. Steeds meer studenten willen eigenlijk een eigen keuken, een eigen badkamer. Beetje luxe. Ja, een beetje luxe, ja. En we hebben ook gezorgd dat er een fitnessruimte is met fysio voor zowel de bewoners als voor de omwonenden. Ja, we zitten hier natuurlijk in de wijk Kanaleiland. En je hoort vaak van jongeren hebben het moeilijk om een opleiding te volgen, om te bedenken wat ze willen, om ergens aan de bak te komen. Kennelijk hebben jullie wel je plek gevonden. Ja, ik merk ook verder niks van Kanaleiland hier. Dus ja, ik vind het een hele erg fijne school. Als je hier binnen bent, dan merk je ook echt helemaal niks van de dingen die ze allemaal zeggen en beweren dat er allemaal gebeurt. En heeft iedereen dezelfde motivatie als jullie? Is iedereen zo gedreven? Nou, ik denk niet dat iedereen heel gedreven, maar ik weet wel zeker dat iedereen zeer gemotiveerd is. Je is nog maar aan het begin. Dit is eigenlijk de plek waar je het denkwerk doet. Ja, boven in het maquettelokaal, daar ga je vaak zitten. Dan heb je de ruimte ook om de grote tekeningen en je ideeën neer te leggen. Ja, dit is de spuitcabine. Hiermee hebben we onze maquette ook helemaal gespoten in de kleur waarin we het zouden willen hebben. De maquette zet je op dit kruis. En daar, je hebt natuurlijk spuitbussen gekocht. Daar spuit je mee. Dan kun je hem draaien en zo kun je alle delen opnieuw spuiten in de kleur waarin jij dat zou willen. Is dit iets wat ook uitgevoerd gaat worden straks? Nou, dat is eerst wel gezegd. Uiteindelijk bleek er een bestemmingsplan al te zijn. Het worden senioren woningen. Maar ze vonden het wel een goed plan voor andere kantoorpanden die wel nog leeg staan. Hoe kwamen jullie erbij dat jullie deze opleiding wilden volgen? Nou, in het begin wist ik nog niet dat ik dit wilde gaan doen. Allereerst dacht ik meer zorg en welzijn kant. Maar toen had ik een stage gelopen en ja, dat beviel mij niet helemaal. Dus, en toen, omdat ik toch al veel ontwerpte en tekende, toen zei mijn moeder op een gegeven moment een keertje van, nou, zou je niet de architectuurkant op gaan? En jij? Ja, mijn opa heeft altijd in de bouw gezeten, dus mijn opa was wel altijd mijn grote voorbeeld. En ik was al vrij jong dat ik altijd aan het schuiven was met meubels en aan het doen was en tekenen. En, ja, dus ik was eigenlijk al heel vroeg met, ja, dat wil ik worden. Ik word architect. Dus dat wil ik nog steeds. En nu ik op de opleiding zit, is het echt bevestigd dat ik dit wil. Ik hoorde meteen, jullie zijn een heel sterk team. Gaan jullie nog meer dingen samen maken? Nou, ik denk niet dat dit het einde is van het samenwerken. Ze lopen nu stages, ze lopen nu wel ieder voor zich. Dus er komt nog meer moois. Ja, absoluut.